Katty, een flesje hier van HAC, was dat terecht? Nou ja, wij hebben gewoon vandaag verzaakt om van kleur naar kleur te spelen. Als je ziet in de eerste helft hoeveel balverlies we hebben door onnodig de bal te verliezen en aan hun te geven, ja, dan help je een tegenstander in het zadel. Karsten zei net in de businessclub toen hij een interview gaf, we hadden er 4 moeten maken in het eerste bedrijf. Was dat ook zo? Nou, 4 vind ik wel een beetje overdreven. Ik weet niet welke wedstrijd hij heeft zitten kijken, maar dat vind ik wel overdreven. Ze hebben wel mogelijkheden gehad, maar de mogelijkheden die ze hebben gehad, dat kwam door onszelf. Doordat we op een gegeven moment gewoon niet van kleur naar kleur spelen. Ja, en dan loop je achter de feiten aan. Ja, dan duurt het heel lang voordat die goal van HAC valt. Doe je in de rust 2 wissels, onder andere Jesse er natuurlijk in. Vorig seizoen had ze goed gespeeld tegen HAC. En betaalde zich dat uit dan uiteindelijk of niet? Nou, wij wilden meer met druk naar voren spelen, omdat dat we met de zijkanten bezet wilden gaan spelen. Dus met Jesse en met Grootvaan erbij. Ja, en dat kwam er niet geheel uit. Ja, waar lag dat aan? Nou, wat ik al zei, dat ik heb vandaag mijn team niet gezien des AFC's, dat ze met z'n allen wilden knokken om hier te winnen. Nou, en als je dan ook weet dat zij al een wedstrijd in de benen hebben tegen de Dijk voor de KNVB-beker, ja, dan moet je meer brengen dan vandaag. En dan kan het niet alleen op z'n 11:30, dan zal je gewoon aan de bak moeten. En dat is in deze afdeling. Het zit allemaal heel kort bij elkaar. Maar, en ben je niet scherp bij de les, dan krijg je gewoon een afstraffing. Nou, iets heel anders. Gisteren maakte je bekend dat je vertrekt bij AFC. Wat zijn je plannen? Nou, dat heb ik niet gisteren bekendgemaakt. Toen ik mijn contract tekende bij AFC voor dit seizoen, wisten ze al dat het mijn laatste seizoen zou worden. Nou, in de voetballerij moet je op een gegeven moment soms keuzes maken. Ja, de een maakt dat vroeg en de andere maakt dat iets later. Ja, en een hoop zitten te wachten op een club. Nou, en ik ben gelukkig in die omstandigheid dat ik kan zeggen van, ik maak dat nu bekend. Ja, want je pakt je bissen, je gaat naar Frankrijk. Ja, nou, ik vertrek naar Frankrijk, maar nogmaals, met een vliegtuig kan je zo overal zijn. Dus er wordt nu gelijk gezegd van, hij stopt overal mee. Nou, dat is totaal niet aan de hand. Maar nogmaals, je kan tegenwoordig alles goed bereizen. Nou, en dat geldt ook vanuit Frankrijk. Is er nog een ambitie die je hebt in het voetbal? Nee, die ambitie die blijft nog altijd betaald voetbal. En nogmaals, dan moet je die bekende kruiwagen hebben. Dat heb ik al meer gezegd van de Gamma. En als je die niet hebt, dan kom je niet binnen. Maar ja, zo zitten er nog een paar honderd die op een baantje zitten te hopen. En tot nog toe vind ik dat ik een redelijke carrière heb. Dus het kan zomaar zijn dat er in de loop van het seizoen nog iets bekend wordt. Dat je gewoon nog een club blijft doen. Nou, zoals het nu voor staat, en ik vind het ook niet meer dan netjes naar een club als AFC toe door aan te geven dat je stopt. Dan hebben de mensen ook ruim de tijd om te inventariseren welke trainers er eventueel beschikbaar zijn. Nou, oké, en dan zeggen er weer een hoop van ja, hij maakt het te vroeg bekend. Ja, wat is vroeg? Als je het in februari of januari zegt, dan is het ook weer wat. Dus nu kunt de club gewoon zoeken naar een goede opvolger.